hesje aandoen en de pet op je hoofd zetten. Als burgemeester ben ik er ontzettend trots op dat jullie dit project gaan doen. En ja, het zijn eigenlijk drie kernen die dat nu gaan doen. Het is de kern waar de wijkagent van Delfgauw hier zit, Delfgauw, maar ook Pijnakker en Noodorp. En ik heb begrepen dat het drie scholen zijn. Het is het Spectrum, de Meander en de Triangel. En van alle drie de scholen zijn er vandaag 7 kinderen, van 1 school 6, 7 kinderen aanwezig die dan politiekid gaan worden. Jullie gaan echt een fantastische tijd met elkaar tegemoet. Als burgemeester ben ik er echt heel blij mee dat jullie je willen gaan inzetten. Dat jullie je willen gaan inzetten voor echt een schone leefomgeving. Ik denk dat het voor jullie een fantastische kans is om kennis te maken met de politie. Dat jullie ook zien wat voor prachtig werk de politie doet. Waar de politie zich mee bezighoudt. Want ja, wellicht dat één van jullie ook bij de politie wil gaan werken. Is er wel iemand die dat zegt, ik wil bij de politie gaan werken? Nou, kijk aan Ramon, kijk aan Daniel, zit dan vast de nieuwe, hier zitten de nieuwe collega's. Ja. Super. Oké, dan gaat hij formeel. Ik beloof dat ik eerlijk en behulpzaam zal zijn. Ik beloof dat ik anderen zal behandelen zoals ik zelf behandeld wil worden. En ik beloof mijn best te doen om een goede politiekid te zijn. Boas Nieuwlaat. Mag je gaan staan? Ik zal eerlijk en behulpzaam zijn. Anderen behandelen zoals ik zelf wil behandeld worden. Het is om het beste om een politiekid te zijn. Wauw, van harte gefeliciteerd en je mag het tekenen. Ik zal eerlijk en behulpzaam zijn, anderen behandelen zoals ik zelf behandeld wil worden en mijn best doen om een goede politieke te zijn. Gefeliciteerd, dank je. En hoe is het bevallen zo'n eerste keer politiekids installeren? Natuurlijk helemaal fantastisch. Waarom installeren politiekids? Waar is dat voor nodig? Tweeledig eigenlijk. De politie kan het niet alleen. En tegelijkertijd proberen we kinderen te overtuigen wat de politie doet. Hoe we kijken naar schone straten. Hoe we zorgen dat er minder hondenpoep komt. En daar gaan zij een enorme bijdrage aan leveren. Want ze zijn vanaf vandaag alle 21 geïnstalleerd. Ja, en zij gaan vanaf vandaag echt aan de bak. Dus ze gaan de politie ondersteunen. Nou. Zet die pet nog eens even op. Gefeliciteerd, want je bent nu beëdigd politiekid. Hoe vind je dat? Leuk. En weet je ook allemaal wat je gaat doen? Nee. Ik ga heel veel mensen helpen. En ik ga het plastic opruimen in de straten. Vond je het erg spannend? Ja. Ja. En weet je ook al wat er allemaal gaat gebeuren de komende weken? We hebben in totaal 8 contactmomenten met de kinderen. We verzamelen steeds op een van de 3 scholen. De eerste keer in november nemen we alle kinderen mee naar het politiebureau. Daar krijgen ze een rondleiding, krijgen ze uitleg over wat de politie doet. Daarnaast zit natuurlijk de brandweerkazerne. Die betrekken we ook gelijk erbij. Krijgen ze een mooie rondleiding. Ze worden opgehaald met politiebusjes en een brandweerbusje. Dat is hartstikke spannend. En daarna hebben we nog 5 contactmomenten over. Dan geven we eigenlijk steeds een stukje voorlichting over een maatschappelijk thema waar de kinderen ook belang bij hebben om daar meer over te weten. Dus we gaan het thema inbraken, woninginbraken of diefstal in het algemeen behandelen. In december gaan we met vuurwerk aan de slag. HALT komt dan ook voorlichting geven. We gaan het hebben over hondenpoep in de wijk, een afval in de wijk in het algemeen. En aan het einde gaan we een bijeenkomst doen met acteurs, als het goed is. En dan mogen ze ook zelf mensen gaan aanspreken. Dat is natuurlijk ook heel erg spannend. Maar dan proberen we alle vaardigheden die we hebben bijgebracht. Dat is dan aan het einde. En dan gaan ze ook brandjes blussen met de brandweer. Allemaal leuke dingetjes. Dan wordt het een hele spannende dag. En echt de allerlaatste dag komen we weer terug met z'n allen. En dan komt de diploma-uitreiking. En misschien komt de burgemeester dan ook alweer de diploma's uitreiken. Dat zullen we dan zien. Ja. Bedankt. Oké, graag gedaan.